Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik weer een Get Glam With Us met... mij, Jessie. Meest aangevraagde, wil je weer eens een Get Glam With Us doen ever? Want ze willen de hele tijd met jou filmen. En dat vind ik superleuk. En dat vinden we heel gezellig. En we zien elkaar heel vaak, maar dan filmen we niet per se video. De iconic Get Glam With Us is 2 jaar geleden. Langer, 2 jaar? En hij heeft zoveel views, hè. Zoveel views. Ja. En ook de mukbang, zelfde. Die is ook echt heel goed bekeken. De eerste. Leuk. Dus, maar goed, wij zien elkaar regelmatig en eigenlijk is het dan gewoon... Toen was het zo van, kom, we gaan weer filmen. Dus dat gaan we doen. We hebben thee. We got the tea. Yes. En we gaan ons opmaken samen. Dit is wel, we zijn allebei wel heel wit. Ja. Spookjes. Ja, we hebben niks omheen te gaan. Laten we dat maar even opstellen. We gaan lekker gamen zo. Ja, we gaan lekker op de bank zo meteen. Mario Kart hebben, ik vind het allemaal... Maar nu gaan we dus... Wat vind ik toch het fijnst of zo? Als je gewoon lekker niks gaat doen. Een beetje foto's maken misschien. En dan gewoon lekker... Spelen met make-up ervoor. Ja. Heb jij deze al getest? Wat is het? Ja, ik heb hem op lange termijn. Ik heb hem meerdere keer gebruikt. Ik vond hem dus niet heel fijn omdat hij mijn foundation raar maakt. Oh. Maar dat heb ik dus ook met de Bear With Me... die Skin File. Oh, die gebruik ik nu als foundation ook dan? Ja, nou, ik heb hem dus ook. Alleen... Ja. Ik had hem in mijn video gebruikt en toen zei ik echt van, nou, het ziet er mooi uit. Ja, oké, ik dacht, ik heb hem gisteren wel echt meer dan 20 uur op gehad. En toen ging hij dus heel leuk. Toen werd hij echt helemaal crumbly hier rond mijn neus. Toen dacht ik echt, what? Huh? I don't get it. Maar hij is wel mooi in eerste instantie. Oké. Niet te lang eraan. Is dit Intense Moisture Serum? Ja, ik heb gewoon echt, ik heb geen crème nodig. Oké. Maar ik heb wel... hydratatie en moisture zo nodig. En dit zit er precies net tussenin. Het enige wat ik heb, deze foundation is dan echt in 20 kleuren uitgekomen. Ik weet op een gegeven moment niet meer welke kleur ik ben. Ik ben gezelfd. Welke ben jij? Ik, 4 is te licht. 6 is te donker. 5 is te oranje. Dus nee, dan ga ik maar voor te oranje. Ja, ik doe dus 5 met zelfrijder op. Dus, en ik heb nu dan 4. Ja. Ik twijfel of ik 3 nodig heb misschien. Het zijn van die dingen, of ik mix 2 kleuren door elkaar of zo. Ja, 3. Ja, dit is 6. Hier, zien jullie verschil? Oh, dat is 6. Dit is nog weer 6. Ja, die is wel duidelijk. Ja. Maar als je dit zo ziet, is echt wel gewoon... Die is iets geler iets of zo. Maar, ja, roze. Woe! Ja. Ik weet het niet. Ik ga vandaag voor deze. Zo. Ja. Oh, deze. Heb je deze ook? Die bronzer? Ja, ja. Oh, die is zo fijn. Alles van Dior. Dior bronzer, die nieuwe. Oh god. Ja, echt heel chill. Zo. Hij is wel heel transparant, deze foundation. Ja, maar dat vind ik dus wel fijn op zich. Oh, begin jij met de cream contour, ja? Ja, dan gebruik ik een Anastasia contour. Nee, gewoon een Anastasia foundation stick voor. En deze is wel heel donker, dus een espresso. Maar ik vind het zo chill. En dan gewoon blenden. Nice. Zodat de basis er al is of zo. Want als je dan zo'n skin file eroverheen doet, dan vervaagt hij het wel, maar je ziet het nog wel en dan is het altijd fijner dan alleen een poeder. Want poeder, alleen poeder, bronzer, dat is bij mij gewoon vlekken, festijn, zeg maar. Ik ga door fases. Dus de ene fase doe ik wel cream contour en de andere fase doe ik dan weer... Nu zit ik in een poederfase, maar ik zit ook in een fase dat ik foundation doe, cream blush en dan geen poeder eroverheen. I know, living on the edge. Ja, ja, go for it. Ik ben wel heel greasy, zeg maar, voor mezelf, maar ik vind het... Soms is poeder ook zo extreem mat. Dan denk ik echt, het is zo... Ja, daarom spreek ik gewoon mijn hele kop onder mijn fixing spray. Je weet hoe nat ik mezelf maak met fixing spray. Dat is echt daarvoor. Ja. Maar wat ik wel heb, ik poeder mijn hoofd dus echt af met een poederdons en vol echt erop. Ja. En dan na ongeveer 4 uur is het prachtig. Omdat dan gewoon door mijn eigen vet heel vies. Maar word je wel een beetje glowy van jezelf. Ja. En dat ziet er wel altijd echt heel mooi uit. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje aan het experimenteren met iets minder poeder en iets meer creamy producten. Ja, want ik vind deze glow die ik nu heb bijvoorbeeld heel mooi. Maar dat is nu mooi, maar over een uur... En het is, als je zodra je iets aanraakt met je hoofd, is het gewoon... Streep erin. Ja. Dus ik moet echt die soort van solid basis hebben met zoveel poeder. Maar heb jij ook dat je... Blijf jij van je gezicht af? Ja. Echt? Ja. Oh, ja, ik kan dus niet... Ja. Ik zit gewoon de hele tijd zo te doen of zo. Ik moet echt leren. Nee, dat ik... Ik heb dat zo getraind bij mezelf, omdat ik letterlijk... Ja, dan gaat het ook niet. Heel veel mensen vragen, ja, maar hoe hou je het zo lang mooi? Ja, gewoon van je kop afblijven. Ja, maar hoe kan je dat dan? Nou, gewoon als je jeuk hebt, dit doen. Ja, precies. Echt dat? Ah. Echt zo? Trouwens, heb jij honger? Dat ik je maag hoorde? Ja, nee, ik heb geen honger hoor. Even, maar... anders zetten we de camera uit. Kijk, ik heb hier NARS Concealer. Die heeft dus niet genoeg dekking voor mij. Echt? Ja.
Ik ben echt full. Hè? Heb jij de Fenty concealer? Nee. Ja, maar dat is echt te donker. Dit is echt veel te donker. Vind je? Kijk, hallo, kijk wat ik op mijn gezicht smeer qua kleur. Ik vind echt... Oké, okay, dat is wel te uitzien. Maar kijk, ik doe hem even een beetje eroverheen. Die is zo dekkend. Oh, dit is wel heel dood. Doe je dat als concealer? Nee, alleen dit is eigenlijk mijn zelfbruin concealer. Maar ik mix hem nu dan heel even met deze. Dan zal het niet zo heel veel uitmaken. Maar... Nou, dit is allemaal bronsbasis. Ja. En dan... Ik vind het zo mooi. Ja, ik ben mijn wenkbrauw aan het uitgroeien. We waren op Bali. Oh, leuk, zie je het. Ja, voor die drie haren. Ziet echt nu, maar... We waren op Bali en ik kreeg ineens dikkere, donkere haren eronder. Dat ik dacht... Nou, ik heb nooit haar daar. Soms een verdwaald haartje, maar nu heb ik best wel veel. Dus ik laat het soort van zitten en dan kijken hoe ver ik kom met haar. Bushy brows. Ja, I wish. Zo. Doe jij je concealer door het trekken over je ooglid? Mm-hmm. Ja. Ja, want ik trek ook mijn wenkbrauwen. Wat gebeurt er? Oh no! No! Is het lang hoor? Mm-hmm. There's been a dead in the family. We hebben ons best gedaan. Ah joh, het gaat met wassen, gaat het vast uit. Oh, okay. De eerste keer dat ik hem aan heb, maakt je uit. Nee, maar misschien juist daarom. Als je hem dan voor de eerste aan hebt, zit er vaak nog een laagje overheen of zo, zeggen ze. Ja, is wel leuk. Oh, wacht, is het op je hand voordat je... Oh, het zit ook... Nee, dat is goed, dat is goed. Foundation op mijn arm. Ja. Pretty. Zal ik eens paarse cream blush doen? Dat gebruik ik echt nooit. Paars, ja. Paars is wel jouw kleur, hè? Het is wel mijn ding, ja. Paars, dat moet ik echt niet doen. Dat gaat bij mij niet zo. Ja, proberen. Het zit gewoon niet mooi bij mij. Gewoon. Of ik moet echt vol paars gaan en echt donkere lippen dan paars. En... Kijk, ik ga het gewoon proberen. Oh, het is meer roze eigenlijk, als je het aanbrengt. Ja? Intens? Ja? Wel, ja, het wel is mooi heel intens. Kijk. Oh, dat is ook die nieuwe. Ja, ook die van NYX. Is daar heel erg mee te spelen. Oh, is... ja, oké. Okay. Poppig. Heftig poppig. Just how you like it. Of how I like it. Ja, ik hou ook wel van poppige blush. Ik heb het echt onwijs warm. Heb jij het ook wel warm? Het valt mee. Oh. Het valt nog mee. Ik heb gisteren met 31 graden in een pretpark gelopen. Dus oh ja. Heb ik zoiets van, ik hoef niet meer echt te zeiken. Want gisteren was het warm. Dus ik met zo'n waaier de hele dag. Was het druk? Ja, zo druk. Zo druk. Echt wel door de week was? Ja, maar ja, heel veel hebben vakantie en heel veel schoolreisjes. Oh, heel veel school. Ja. Het is het einde van het jaar natuurlijk, dus iedereen gaat op schoolreisje. Hoe vaak ben je herkend? Ik denk 20 keer. Dus het viel mee. Het was gewoon oké. Okay. En dan, ik denk alleen maar Vlaamse volgers. Echt waar? Dat was wel heel leuk. Ja, omdat het natuurlijk Limburg. Ah, maar dat is zo bizar. Als je naar België gaat, zoveel mensen die je herkennen die de video's kijken. Dat is niet normaal. Ik vergeet soms... Omdat ik niet zo vaak in België ben eigenlijk, dan vergeet ik van, oh, daar zitten ook heel veel mensen die Nederlandse YouTubers kijken. Ja, eigenlijk. Dat is 15% of zo van mij in België. Ja, bij mij ook zoiets. Ja, 10-15%. Ja. Stroke cream gebruiken. Nou. Spannend, hè? Het klinkt altijd zo intens. Ja, die zou ik dit op mijn hele gezicht doen. Zo mooi. I want a bathe in stroke. Oh, nu mix ik, oké. Die blush met stroke cream. Iedereen herinnert op mij, waarom gebruik je zo'n lichte concealer? Ik vind dat mooi. Zo, because I wanna be from another world. Ja, precies. Gewoon super extra. Heb jij die video gezien van Jeffree Star en zijn kledingkast? Met de tassen. Met de Birkins. Met de Birkins. Met de Louis. Met de alles. Ik had wel ergens mm-hmm. was ik minder impressed dan dat ik dacht, want hij was het zo aan het ophypen. Ja, ik dacht dat het een grotere ruimte... En kast en zijn ding en zo, en toen kwam hij binnen, toen dacht ik echt... Ik had een drieverdieping Theresa Roemer. Ja, nee, ik dacht dat een soort huiskamer zou zijn, maar het was meer wel echt een kast. En ik heb dus helemaal, ik ben de memo aan het missen van Shane, die ook een beauty... Moet ik het kijken? Ja. Ryan heeft de beautykamer gemaakt. Maar, maar is Shane dan elke dag make-up aan het dragen? Of wat? Shane is echt bezig met make-up. Ze komen ook met een palet uit. Ja, dat wist ik. Ik dacht dat zal wel een soort van marketing ding zijn voor dat palet of zo. Nee, het is echt... Shane is echt helemaal into the beauty. En, en hij kan het ook echt redelijk goed om het kussen, wat echt heel grappig is. Wat leuk. En dan krijgt hij PR-pakketjes van weet ik veel hoeveel andere... Maar ja, dat is natuurlijk logisch, Shane.
20 miljoen abonnees, ja. Natuurlijk elk make-up merk denkt, oh, dat is interessant. Laten we daar wat heen sturen. Ik weet nog dat ik Shane volgde, of althans, ik volg me echt al oneindig lang. Mm. En dat hij op een gegeven moment soort van niet meer wist wat hij moest met zijn kanaal. Ja, en dan ja. ging hij snoepjes op zijn gezicht plakken. En dan zei hij, today I'm sticking candy on my face. En dat was dan de video, werd wel goed bekeken alsnog. En toen dacht ik ook, oh, ik ben zo benieuwd waar dit heen gaat. En nu? Mm-hmm. En nu? Mm-hmm. Het is zeg maar echt letterlijk een half jaar daarna kwam hij met al die docu's en... Bizar. Ja, hoe snel dat kan gaan. Ja, ik vond het wel... Ik ben weer begonnen met kijken toen hij al die taarten ging maken. Dus die... Dat hij allemaal Taco Bell bestelde. En dat hij een taart van Taco Bell... Ja. Dat alles uitspuugde. Ja. En dan Subway ging bestellen en alles uitspuugde en zo. Dat keek ik echt zo, dat vond ik ja, wij zijn allebei Shane-fans. Er zijn heel veel mensen die vinden hem echt verschrikkelijk, hè? Zijn humor. Zijn hoe kan je dat nou niet leuk vinden? Goed. Ja. Ja, je moet een beetje van harde humor houden of zo. Ja, ik weet niet. Dark. Het is heel dark. Dat is ja, het vooral is dark humor. Ja. Het gaat echt over gewoon het zijn grapjes maken over depression en suicide en dat soort shit. Ja, ja, ja. En dan het is meer dat. Maar ik denk wel dat heel veel grapjes die jij vroeger maakte. Sowieso heel veel mensen die grapjes vroeger maakten, dat nu niet meer zou kunnen. Oh nee. Dat is zo'n ding dat je echt ziet van, dat kan niet meer. Nee. Maar het is ook gewoon wat er vroeger gezegd werd op televisie. Want ik ben nu Friends aan het kijken. Ja, daar zitten toch ook heel veel dingen in dat mensen zeggen, dat kan echt niet eigenlijk. Homofobische shit zit er allemaal in. Ja, gewoon dat ze een opmerking... Gewoon, het is in principe, want dat was in de jaren 90 volgens mij. Ja, een beetje. En het was dus beginnen dat het wel geaccepteerd werd, maar het was op dat punt, je zag echt wel dat het een grapje was. Ja. En dat is wel, wel intens. Maar zoals wat? Ja, jee. Ja, hoe leg je dat uit? Gewoon dat het zoiets is van, het is wel oké, maar blijf hem uit de buurt. Ja, heel erg zo. Ja, ja. Gewoon van, wat, want dat is natuurlijk tot ongeveer, denk ik, 5 jaar geleden een beetje het ding geweest. Zo van, ja, homo's zijn wel goed, maar ze moeten niet bij me in de buurt komen. Echt, ja, die, echt, ja. Ugh. Alsof jij op elk meisje wil springen die je echt, interessant hè? Vindt. Echt, hou op. Maar... Ik heb dus bij KKW in de sale. Oh, ja. Heb je al wat van KKW? Ja, ik heb het grote palet. Ik heb de KKW die met Kylie de lip... Die kit. Ja, die heb ik ook. Die 4 nude. Zo ver. Volgens mij is mijn favoriet is Kimberly. Oké. Dat is de mooiste. Ja. En voor de rest heb ik niks van Kim. Oké. Ik heb dus de nude liner besteld van haar. De 1,5. De famous... Is donker, hè? Oh, dat is heel donker. Ja, voor haar nou, natuurlijk. Kijk. Hij is assig, zeg maar. Oh. En, dan heb je al een lipstick of niet? Nee, ik vind de verpakking namelijk echt heel trash. Ja, moet je maar even kijken hoe die... Hoe kan dit in je tas? Dit valt toch open? Is dat niet goed? Ruik. Het is gewoon kindermake-up. Oh ja. Echt vroeger. Echt ja, make-up is... van vroeger. Inderdaad. En het stickertje is ook gewoon een beetje... Ja, het is een beetje krekje, ja, maar hè? Ik weet wel dat hier heel veel backlash op is gekomen. Is dat zo? Ja, dit is echt niet oké. Want ik neem alles... Ja, precies. Ik zat ook zo. Ik neem alles in mijn tas mee. En dit kan ik dus niet in mijn tas meenemen. Ja, of ik moet het deze in... Deze wel... Ja, nou, weet je wat met deze is? Die heb ik nu 3 keer gebruikt en dit is na 2 weken op. Dit is net zo creamy als een lippenstift, moet je maar proberen. Oh ja, nee, maar dit is de Kylie. Kylie is precies hetzelfde, de lip liner. Oké. Dat is ook zo. Ja. Heb jij een video gezien van de vlog van Kylie? Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig. Ik zat echt te kijken, toen dacht ik echt... Girl. Ze probeert relatable te doen, but maar bitch, you could never. Ook dat moment dat ze dan met die beveiliger... Nee, gewoon die hele video. Dat ze begint en dat ze haar outfit uitkiest. Dat is natuurlijk allemaal door Silessa klaargehangen en zo. Dat ze haar glam squad in de ochtend heeft. En dan achteraf, later zegt haar moeder of zo van... Oh, of ik weet niet meer. Iemand zegt van, oh, heb je glam gehad? Ja, het is niet elke dag. Alleen omdat ik vandaag shoot had, toen dacht ik... Bitch, nou, nee, nee, ik denk dat zij wel elke dag, inderdaad. Want als je shoot hebt, dan daarna werd ze weer getouch-up, zeg maar. Nou, ik denk dus wel dat ze daar echt veel mee bezig... In ieder geval, als ik het bij mezelf zou betrekken, zou... Want ze ziet toch ook, je zag in de planning, is het zo van... Ik wil dit en dit en dit, en ze krijgt gewoon een sample. Zeg maar, zij bedenkt het idee, die mensen maken het. Ja, precies. En dan komt het binnen, en als ze iets wil aanpassen... Want bijvoorbeeld, er is toch heel veel backlash gekomen op haar skincare line. Ja! En je zag in haar vlog, volgens mij, dat het over die skincare line had. Het was het zo van... Ik wil dat de verpakking er zo uitziet en ik wil dat de verpakking er zo uitziet. Toen dacht ik, misschien moet je je zorgen maken over het product en zo. Oh. En wat het product precies is in plaats van puur de verpakking. En ik zag dus dat Shane...
Ik ga voor 2 seconden ruiken. Oh, wat is dit? Jeffree Star. Nee, de poeder van Jeffree Star. Ja, zo lekker. Lekker. Ja. Wauw. Je moet wel weten hoe... Voor een skincare lijn denk ik dat je letterlijk minimaal 2 jaar lang research moet doen. En al dat soort shit. Wil jij echt weten hoe, wat, wie, waar? Jij laat elke dag je gezicht mooi maken door een make-up artist en door een visagist. En door een... Maar hoeveel tijd zouden zij daarin steken? Serieus. In haar make-up? Nou, make-up is 2 uur per dag of zo. Maar de rest eromheen. Want je bent helemaal volgeplamuurd. En hebben ze dan 2 keer per dag een facial? Hebben ze elke dag een facial? Ik weet wel dat Kylie sowieso elke 3 dagen gespraytand wordt. Om haar kleur goed te houden. Ja, Kim volgens mij elke avond. Ja, nee, serieus. Dat zei Kendall. Zei Kendall. Die had gezegd, ja, maar Kim, jij doet het elke avond. Ik dacht echt... Oh. Ja, kijk, nu is het zo van, oh, wat erg. Maar... Ik zou het doen, hoor. Ik heb toevallig net, zeg maar, dat ik iemand die mij vroeger spraytende, die zei, ja, ik doe nu ook aan huis. En dat ik denk, oh, dit moet ik vaker doen als ik een event heb. En dan ben je nog een paar dagen mooi blowy. Echt, als er iemand is die mij wekelijks wil komen spraytenden bij me thuis, I'm in. Yep. Kom maar langs. Echt, hè? Oh, ik hou van mezelf als ik mooi bruin ben. Ja, ik ook. Zelfbruiner. Het enige is, dat het is gewoon zelfbruiner. Dat je dan op een gegeven moment die lizard skin krijgt. En dat weer moet scrubben. En je bent altijd bezig met je planning rondom je zelfbruiner. Zeg maar, welke dag is het mooist. Ja, maar ja, dat heb ik ook met mijn haar wassen. Mijn leven draait om mijn haar wassen. Mijn hele schema is, heb ik dan een goede haarwas? Moet ik die ochtend wassen? Moet ik daar tijd voor uitrekken? Hoe lang moet ik in de douche bezig zijn met shampoo? Weet ik wat allemaal. Ja. Ik gebruik wel elke... Ik heb letterlijk vanochtend, voordat ik hierheen kwam, mijn extensions nog gewassen met jouw shampoo. Ah, echt? Ik gebruik... Als ik mijn haar was, gebruik ik jouw shampoo. Oh. Ja, true. Oeh, ik heb trouwens nu de combo. Oh, pretty. Very 90's. Mooi, een hele mooie nude. Oh, ja. Ja, ik vind hem erg 90's wel tof. Ik heb nu echt de soort van perfecte nude voor mezelf gevonden. Boldly Bare Lip Liner van MAC. Ja? Met Bare Liquid Lipstick van Kylie. Oké. Dan zal ik dit doen. Een beetje natural. Ik zit hier ook gewoon met die vlek de hele tijd. Ik hoop het. Ja, we zijn nog bijna klaar. Dan kom ik aan. Helemaal niet. Nee, ik ben nu met de oogschaduw bezig. En ik ga dit doosje van NARS gebruiken. De Skin Deep. Oeh. En het is best wel een neutraal doosje eigenlijk. Ja, perspakketjes. Ik heb laatst een video gemaakt met perspakketjes uitpakken. Ja. Ik was dus echt heel bang dat iedereen er helemaal kritisch erover zou doen en alles. Nee. Maar het viel mee. Ik heb een paar comments gehad dat mensen echt zeiden van... ja, wat doe je nou stoer? En waarom doe je nou zo tof erover? En dat ik dacht... She's jealous. Ja, maar ook gewoon, ik heb het gewoon uitgelegd. Maar het is zo moeilijk, want je moet soort van... Aan de ene kant, je bent heel dankbaar. Aan de andere kant ben je ook realistisch en zakelijk. Nee, maar ik zat jouw video te kijken, want ik denk... Nu een maand geleden ongeveer mijn PR-pakketjes video gedaan. Mm-hmm. En ik zag gewoon in het begin van een video, yo, dat is PR-pakketje, ik ga openmaken. Ja. En jij doet de uitleg erbij en ik snap helemaal dat je de uitleg geeft. En ik heb zoiets van, ja jongens, je weet wat voor werk wij doen. Je weet dat wij dit, letterlijk wat wij nu aan het doen zijn, dit is ons werk. Ja. Zeg maar, wij zijn ons aan het opmaken en een merk, bijvoorbeeld een Benefit, zou het geweldig vinden als wij nu zeggen, ik gebruik deze bronzer van Benefit. Ja. 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 Daarom sturen ze ons PR-pakketjes toe, niet omdat... Wij het stoer vinden om dat te laten zien. Het is gewoon, wij vinden het ook interessant wat wij krijgen. Wij vinden het ook interessant om bij andere YouTubers te zien wat hun als PR krijgen. Zeg maar, als Jeffrey een PR video doet, ik vind het geweldig interessant. Ja, maar bij mij is het nog, kijk, jij maakt echt heel veel beauty video's. Bij mij is het nog een soort van, ja, maar jij doet niet alleen maar beauty dingen. En ik vind het, waarom krijg jij dat dan allemaal en zo? En dan vind ik het zo. En ik krijg dus nog steeds ook wel comments met, ja, maar dat zeg je ook alleen omdat je het gratis hebt gekregen, denk ik. Daar heb ik toegelicht. Jongens, ik heb dit echt al 10 jaar. I don't care, weet je. En dat klinkt dan misschien heel arrogant. Ja, omdat je denkt... Het gebeurt echt hoor. Als wij een keer iets negatiefs over de video zeggen, krijgen we vervolgens geen PR-pakketjes meer. Zeg maar, dat gebeurt. Maar We don't care. Nee, en hoe nog toffer is, en dat gebeurt ook, dat je zeg maar kritisch bent. En dat je dan een bericht krijgt met super bedankt voor je feedback. En we vinden het... Ja. Dat is echt zo tof. Dat kan ik zo waarderen. En wat? Heb je die? Het is ongeveer al een jaartje geleden. Nou, volgens mij was het gewoon Benefit. Ik kreeg een nieuwe mascara, de Bad Gal Bang mascara. Ja. En ik heb een hele review van die video van die mascara gemaakt. Ja. En ik vond de mascara, puntje bepaald, mascara. Vond ik trash. Oké. En dat heb ik gezegd in de video. Ja. En ik denk dat ik 3 dagen later kreeg ik een mailtje voor het PR-event van die mascara. En toen kwam ik daar ook aan en toen dacht ik echt...
Ik was niet heel positief over deze mascara. En toen zeiden ze ook, nou ja, we vinden het in ieder geval fijn dat je een eerlijk review hebt gegeven. Maar dat is toch top? We weten ook dat je onze andere mascara's wel heel fijn vindt. Die gebruik nog elke dag, de Rollerless. Ja. Dus wow, merken moeten ook een beetje ballen hebben. En snappen dat niet iedereen hun producten fijn gaat vinden. Ja. En iets wat wij niet fijn vinden, kan jij misschien thuis wel fijn vinden. Ja, dus. En dat is ook zo'n ding. Dat zeg je dan ook in video's. Van joh, voor mij is dit niet fijn, maar voor een ander misschien wel. Ja. Maar dit is dan zeg maar zo'n veel betere manier om ermee om te gaan dan dat je iemand van de PR-lijst afkikt. Want het gebeurt. Ja, het gebeurt. Jeffrey wordt van Kylie afgeschopt. Ja, maar dat is een heel ander level. Die hebben samen toch een keer Birkenbags gekocht of zoiets. Kylie en Jeffrey? Hij heeft een keer in een interview gezegd van... Kylie en ik gaan prima met elkaar om. We hebben afgelopen week zijn we samen nog Birkenbags gaan shoppen. En daarna was het ineens... Oh my god, ik ben van de PR-lijst afgehaald. Dat ik dacht van... Dit is shitty fucking world. Oh, dit is zo'n... God, echt hoor. Ja. Ach. Ja, je moet sowieso met dit soort... Het is achter de schermers... Oh, jongens, echt. Dat is niet leuk hoor. Er zijn zoveel... Oh, je wil daar echt geen aandacht aan besteden. Mensen verwachten ook dat YouTubers onderling allemaal super happy family met elkaar zijn. Oh, ik heb echt heel veel YouTubers in Nederland waar ik echt een scheid hekel aan heb. Ik heb zeg maar met niemand echt een hekel. Ik heb alleen dat ik met... Ik ga met iedereen professioneel om. Dus zeg maar, als ik mensen zie, is het gewoon... Je bent op professioneel niveau. Ja, zeker. Maar met sommigen ben ik zeg maar heel goed bevriend. Net als met jou, weet je wel. Dan zie je elkaar ook privé. Ook zonder camera erbij en zo. En met sommigen heb je gewoon geen klik. Dat kan ook. Soms heb je gewoon geen... Ja. Geen... En soms doen ze iets waarvan je denkt... Ja. Hmm. Ja. Maar echt... Ik vind het vooral een naar idee dat... Zodra je YouTuber bent... Je moet alles doen als een perfecte plaatje. Je moet alles goed doen. En je moet alles lief vinden. En je moet over alles positief... Nee, dat is niet per se... Nee. Het is realistisch. Wij zijn ook een realistisch iets. Gewoon mensen, hè? Ja, en soms... Ik geloof heel erg in... Gewoon... Soms moet je gewoon ook je mond houden over dingen. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg van... Dan zeg ik niks. En dan vragen mensen zich af hoe iets zit. En dan denk ik vaak... Omdat er al zo lang niks over gezegd wordt, weet je, misschien moet dat al de boodschap zijn. Zo van, ik hou mijn mond erover en ik bemoei me er niet mee en alles. Maar dan, ik wil dan de bigger person zijn of zo. Maar eigenlijk zegt dat al wat, dat ik niet vertel van. Weet je, of dan zeggen mensen bijvoorbeeld, waarom ga je niet meer met die om of wat dan ook. En dan denk ik, ja. Dat zal vast wel een reden zijn. Ja, maar het is dan vind ik het niet voor YouTube. Maar denk ik wel, het feit dat je me er niet over hoort of wat dan ook, dan, ja. Maar ja, dat is ook toch een beetje de canceled culture. Ik vind inderdaad al... Ik kan iets of iemand of een bedrijf of een persoon cancelen uit mijn leven. Maar daar hoef ik niet per se een video over te maken of zo. Of iets te benoemen in een vlog of wat dan ook. Maar de boodschap is, hoop ik, dan wel duidelijk. Echt, wat ben ik blij dat dat hele... De spilling tea wereld van Amerika, dat niet een ding is in Nederland. Oh, maar dat gaat eraan, ik weet zeker. Maar Nederland is daar een beetje te nuchter voor. Nee, maar we hebben King Alert, oké, dat is onze spilling tea. Die zit nog iets meer op de gamerhoek, maar ik garandeer je, er gaat iemand komen en die gaat dat doen. Then I'm done. Then my career is gonna be over, honey. Maar ja, wat moet ze zeggen dan? Ik vind het wel heel riskant als mensen zo'n kanaal beginnen. Ook in Amerika, zeker in Amerika, want je kan voor alles aangeklaagd worden. Als iemand een dingetje zegt over jou... Ik ga even het haartje weghalen. Een dingetje zegt van... ze heeft dit gedaan, ze heeft dat gedaan. We denken dat... Hallo! Morphe-kwasten, jongens. About die... Wat dan? Morphe-kwasthaartjes. Dus dat hele ding dat morphe-kwasten uit elkaar eronder en zo. Het is lekker goedkoop, die kwasten. Dus Ja, maar ik vraag me af, want bijvoorbeeld... Ik bedoel nou meer van dan is mijn carrière over, omdat... Ik ben gewoon lomp. En ik zeg bijvoorbeeld, had ik een echt, weet ik veel, ongeveer ook alweer anderhalf jaar geleden, had ik een unboxing van AliExpress kleding. En dan had ik een jas, maar die ging niet over mijn borsten heen dicht. Ja. Dus ik stelde de vraag, hebben Aziatische mensen kleine borsten dat mijn jas niet dicht gaat? Nou, toen was ik meteen een racist. Ja, pas op. Toen was ik een racist, want ik zei dat alle Aziaten kleine borsten hebben. En toen dacht ik, nee, ik vraag me letterlijk af, misschien is deze jas oprecht gemaakt voor mensen daar, omdat ze... overal kleinere borsten hebben, dat kan toch gewoon. Maar weet je wat het is? Ik denk dat tegenwoordig word je over alles wat je zegt valt. Zeg maar op Twitter, op Instagram, op video's. Alles wat je zegt kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Ik heb dat met vlogs als ik opmerkingen maak. Ik zweer je, elke opmerking die ik maak, daar wordt wel een soort van tegenopmerking voor bedacht. Door iemand zegt, nou ik vind het eigenlijk niet kunnen dat je dat zegt. En soms denk ik ook, ja jeetje. Weet je, het is wel heel erg uit je verband getrokken. Maar ja, soms heb ik ook wel gelijk. Dan denk ik ook, oh ja, inderdaad, ik kan niet. Daarom is het ook heel goed om je vlogs altijd nog even te checken. Zeg maar, wij vloggen een week vooruit. En dan checken we altijd nog naar en denken we,
misschien die opmerking toch eruit halen. Dan ga je er toch rekening mee houden. Dat je denkt van, het is een grapje, maar er kunnen mensen zijn die beledigd zijn erdoor. Ja. En het is niet dat je dan fake bent omdat je iets eruit haalt. Het is gewoon iedereen. Iedereen die dit kijkt, maakt... Als ja, je alleen met een vriendin bent, maak je een opmerking wat niet kan. Wat misschien te grof is. Wat misschien beledigend kan zijn voor iemand. Ja. En, maar het is... Je weet, jouw bedoeling weet je ervan. Je maakt een grapje als je alleen met een vriendin bent of whatever. Ja. En als jij elke dag vlogt, gaan er gewoon momenten zijn dat je zo'n grapje maakt met de persoon waarmee je bent. Ja, en dan is het misschien niet heel handig om dat in je vlog te laten. Maar het is niet al per se dat je meteen een fake personality bent of whatever. Nee, maar... zeker niet, zeker niet. Ja, ik zeg het nog steeds. Ja, ik heb het een beetje misschien afgedwongen of zo. Het respect, ik heb zoiets van, jongens, dit ben ik. Ja, maar jij komt echt met heel veel weg. Ik kom met niks weg. Ik vind het, wat ik toen ook in mijn verhaal zei, ik dacht, zeiken deze mensen over, laat haar met rust. Zo lief voor mij op laatst, dat was echt een heel ding en nou. Maar ja, ik heb gewoon zoiets van, en dat is dan misschien, dit is natuurlijk jouw kanaal, dus alle kijkers van Marcia. Ik heb gewoon zoiets van, wat ik vlog en wat ik doe, dit zou ik ook posten zonder jullie. Ja, precies, naar familie en vrienden. Ja. Ik... Zeg maar, en dan moet ik er nu rekening mee houden dat ik hele jonge kijkers heb enzovoort. Dan heb ik zoiets van, ik ben dan niet per se gericht op kinderen misschien. Nee, maar ik... Sommige mensen zijn echt, kiezen ervoor om PG, whatever te zijn. Weet je wat ik dus echt een ding vind ook? Er wordt heel vaak gezegd van, ja, maar er kijken kinderen. Oké, maar kunnen we daar dan even bij televisie ook rekening mee houden? Dat er naar alles kinderen kijken, ook al is je content misschien niet gericht voor... Mijn content is ook niet gericht voor kinderen. Die zijn er ook wel. Maar dan, je kan niet alles... Met alles rekening houden met kinderen, zeg maar. Nee, en het behalve ook... als je echt een kinderkanaal hebt, dan vind ik het anders. Dan, dan moet je oppassen met wat je zegt en zo. Maar als je content niet per se voor hele... Ja, dan is het altijd... Oh, het is heel... En ik heb gewoon zoiets van... Ja, maar je hoeft niet te kijken. Het kruisje is altijd zo dichtbij. Ja. Ja, maar ga dan lekker naar iemand die... wel doet wat jij precies helemaal leuk vindt. Ja, maar dat... Ja, dat. Maar, weet je neemt je 10 seconden om even iets kuts te reageren van... Nee. En dan denk ik echt zoiets van... Ja. Get a life. Get a grip. Ja, maar get ik denk dat ook heel vaak mensen zijn die je juist heel lang volgen. En dan vinden ze, zijn ze het niet eens met de weg die jij ingaat. Zeg maar. Dus de manier hoe jij verandert. Ja. Dan zeggen ze, ja, ik mis, dat zo, ik mis de oude. Zeg ze bij jou eens, ik mis de oude Jessie. Nou ja, dat was niet Jessie, dus dat weet ik niet. Nee, maar gewoon van, ik mis content van vroeger. Ik krijg dat wel eens. En dan denk ik, ja, maar ik ben toch ook gewoon, zeg maar, 10 jaar ouder nu en zo. En dan, ja? Ja, sorry dat ik maar niet ben blijven hangen. Ik vind dat een beetje, onzin, mag ik dat zeggen? Ja. Ik vind het een beetje zoiets van, je kan of lekker meegroeien of je gaat iemand kijken die dezelfde content maakt als die ik vroeger maakte. Nou precies, of kijk oude video's terug, weet je, dat denk ik dan serieus. En dan vinden mensen dat weer gek als ik dat zeg. En, maar ik heb... Het wordt allemaal gewoon net iets te serieus genomen. Nou dat, ik denk dat heel veel mensen... Wij nemen het achter de schermen serieus omdat het ons werk is. Maar als kijker vind ik niet dat je... Het is net als dat je naar de film gaat. Ja. Het is zeg maar, mensen die maken hun werk ervan om mensen te entertainen. Ja. Nou, sommige mensen gaan de film niet leuk vinden, die gaan naar buiten en die zeggen, nou, ik ga niet meer naar dat genre toe. En sommige mensen vinden het geweldig en gaan op zoek naar nog zo'n video. Dat is het. Er zijn honderden, duizenden YouTubers. Er zit er vast wel eentje tussen die je wel leuk vindt. Ja. Dus laten we dan hier een platform creëren waar het gezellig is en waar het leuk is. En waar de mensen het leuk vinden wat wij doen. Uh-huh. En... Zonder die negativiteit, want je kan het wel commenten, maar wij gaan ons niet anders gedragen omdat jij dat per se... Weet je, this is, ik zeg in elke video, welkom bij mij. En what you see is what you get, want dit ben ik, dit ben ik. Ja. Dus je kan wel gaan reageren dat je iets niet leuk vindt of iets niet aanstaat, maar het heeft aan het einde van de dag geen zin, want ik ga toch niks veranderen. Ja, Precies. Dat is een beetje. En dan vinden mensen het erg dat jij niet voor hun wil veranderen. Maar dat geldt trouwens niet per se alleen voor online, maar dus ook voor real life. Dat mensen het dan heel erg vinden dat jij niet doet wat zij van je verwachten of zo, weet je wel. En dan denk ik echt, je kan dat alles in je leven. Ik heb wel heel vaak tegen je gezegd, maar ik heb nog steeds zo respect ervoor dat jij nog steeds elke dag vlogt. Ah, thanks. Dat is zoiets heftig en je laat het zo bloot en je stelt bijna letterlijk alles laat je zien wat je doet in het dagelijks leven. En alsnog met, want je krijgt soms echt shit over je heen met qua comments. Je blijft het wel doen en ik vind dat ook een soort van, al ben je een hater, heb daar dan tenminste respect voor, weet je wel. Ik denk dat heel veel mensen denken dat als je dagelijks vlogt dat gewoon helemaal geen tijd kost en zo, weet je wel. En
aan de ene kant denk je, je wil er niet altijd mee bezig zijn of zo. Ja, of zeggen ja. van, dit, sorry, ik moet weer een paar uur editen of wat dan ook. Maar aan de andere kant, het is wel de realiteit. En ik weet niet, je mag in Nederland niet zeggen dat je aan je YouTube veel tijd besteedt of zo. Oh, ik zeg het wel hoor. Ja, zeg jij dat? Ja, tuurlijk, weet je hoeveel werk het is? Dus ja. Weet je hoeveel werk het is om concepten te bedenken? Het te gaan filmen, vervolgens een paar uur naar je eigen kop zitten kijken die over shit aan het lullen is. Vervolgens moet je het uploaden, moet je de goede hashtags gebruiken. Soms als je een campagne hebt, moet je je regen houden aan een 4-pagina briefing en zo. Ik denk dat heel veel mensen campagnes niet... Het is heel lastig, want heel veel mensen denken dan bijvoorbeeld dat een YouTuber van... Ja, hoezo is dat nou weer een baan of wat dan ook. Maar dan als je campagnes hebt, dan kom je toch echt wel in de hoek van de marketing en de communicatie. Mm. En je bent letterlijk hetzelfde als een RTL die een commercial op tv gaat uitzenden. Oh, alleen zeker. Met alle regels die erbij komen kijken en alle goedkeuringen. Door letterlijk, ik heb nu een campagnevideo en ik kon zien hoe vaak de preview is gedownload. En die was iets van 48 keer gedownload door merk in kwestie. Dus dat is langs, denk ik... heel veel mensen gegaan die dat hebben bekeken, zeg maar. En dat ik denk van, soms vergeet ik hoeveel daarachter zit. En ja. Ja, ik weet niet. En het enige wat je dan op je kanaal ziet is uiteindelijk het resultaat. En dan is het, een gesponsorde video. Of wat, terwijl er zit zoveel werk achter. En maar ik vind de negativiteit van gesponsorde dingen vind ik ook raar. Ja, eens. Ik vind dat mensen dat moeten snappen en moeten begrijpen. En we zeggen het als er iets gesponsord is. Maar we liegen er niet over of zo. Zeker. En het gebeurt niet eens zo vaak. Ik weet niet hoe met jou zit. Maar ik heb toevallig vandaag een gesponsord video. En ik ging terugscrollen. En ik heb al een half jaar geen gesponsorde video gehad op mijn YouTube kanaal. Ik vind het vervelend dat mensen het naar vinden. Maar dan heb ik zoiets van... wij moeten ook gewoon onze rekening betalen. En wij vinden het soms ook gewoon heel tof en heel cool met iets samen te werken. Ja, maar het rare is ook dat het dan wel geaccepteerd wordt op televisie. Dus een reclame op tv is oké, want de kosten moeten betaald worden en weet ik wat. Maar dat is toch eigenlijk bij ons precies hetzelfde. Er zijn echte mensen, wat je ziet, dat zijn wij. Alleen, er is altijd een percentage van een YouTube-kanaal wat heel zakelijk is. Ja. En wat... waar je gewoon business-wise dingen... En dat is niet leuk voor camera. En je mag het ook niet delen. Vaak. Nee. Je mag het niet delen, je wil het niet delen. Je bent toch zo professioneel om zeg maar mensen waar je contact mee hebt... zakelijk, dat je die buiten beeld houdt en zo. Hmm. En dat zien mensen niet. En dat is altijd... Ik vind dat zo lastig. Ze weten het, maar het lijkt alsof mensen het niet willen serieus nemen... terwijl het bloedserieus is. Er gaan echt... budgetten en er gaan contracten van 40 pagina's in rond en je denkt if only people knew en dan zeggen mensen, ja maar deel dat dan met ons. Ik bedoel, dat kan niet. Dat mag niet. Dat is net als dat Goede Tijden gaat delen hoe hun contractbesprekingen gaan en zo. Dat is, nee, je ziet Goede Tijden, Slechte Tijden, that's it. Net als dat je bij ons de gesponsorde content ziet, that's it. Maar ondertussen is er heel veel werk achter en het is een tijd. En het is niet dat wij die video's maken om er geld voor te krijgen. Nee, het is omdat je moet rondkomen. Het is als je echt elke dag leuke content wil en je wilt dat blijven kijken. En dan moet je dat soms doen. Want je wil ook gewoon je leven onderhouden. En je moet er ook aan denken. Wij moeten camera's kopen. Wij moeten lampen kopen om dit allemaal te kunnen blijven doen. En mensen snappen dat soms ook niet. Dat het zoveel geld kost om dit werk ook te doen. Ja, ik denk dat zeg maar... waar je bij een Goede Tijden slechte tijden... dat noem ik dan nu even als voorbeeld. Maar als je daar... je bent daar een acteur. Je komt daar op de set. Je krijgt je maandsalaris, alles. En bij ons... wij zijn en productie en editing en alles. En inderdaad... vervolgens zitten we in meetings over dingen en zo. Ja, wat ik eigenlijk heb dat sales van, is. Ik heb dat al vooral. Ik heb precies dat ik ben net 23. En ik zit soms echt in meetings dat ik denk van... ja. Ik ben een kind. Wat doe ik hier? Ja. Wat doe ik hier? Huh? Dus, ik ben 32, ik heb dat nog steeds. Maar dan zit ik in een meeting en denk ik ook van... En je moet het maar leren zelf. Ja. Er is niemand die je handje gaat vasthouden. Ja, we hebben dan toevallig dezelfde manager. En die helpt ons daarin. Maar het is zeg maar... er is niemand die eventjes... Het is niet alsof wij businessopleiding hebben gedaan of zo. En weten hoe meetings gaan. En ik denk ook dat heel veel mensen die denken... Bij meetings denken ze aan allemaal mannen in pak rond een vergadertafel. Nee hoor, soms lag er allemaal snoep op de tafel... omdat je bij een of ander make-up merk bent... die helemaal bubbly en happy is. Dus... maar dan zit je wel met 12 mensen... die allemaal met een contract naar je toe zitten van... oh, je moet dit even tekenen, want dan gaan we dit en dit doen. En mensen vergeten dat soms, wat best wel vaak gebeurt... want die merken waar we soms mee samenwerken... hun denken aan het einde van de dag ook aan geld en omzet. Ja, absoluut. Dus ik denk zelfs
dat wij daar minder zo in zitten dan als je met een tafel zit met 12 mensen van de merk die allemaal zeggen, oké, we gaan dit. Ja. Ik vind nog soort van dat ik denk van, oké, maar is het leuk voor mijn kijkers? Weet je wel, je probeert het nog heel menselijk te houden. Maar in the end moet er gewoon geld verdiend worden voor allerlei kanalen. Ja. En, maar ik vind het ook leuk of zo. Het hele zakelijke vind ik ergens zo interessant en zo leuk. Want wij krijgen een soort van, door het platform wat wij, aan het eind van de dag, wij hebben dit opgezet. En wij hebben een soort van, je hebt gewoon je eigen merk opgezet. Je hebt een imperium opgezet waar merken om staan te springen. Ja. Want het feit, stel deze video wordt 100.000 keer bekeken. Ja. Voor een merk die 100.000 keer hun product of iets gezien kan worden. Ja. Dat is zo. Maar mensen beseffen niet dat je soms voor een reclame op televisie die je 6 seconden ziet, €30.000 moeten sommige bedrijven daarvoor neerleggen. En dan hebben er volgens de kijkcijferdoosjes 100.000 mensen naar gekeken. Dat vergelijkt met bijvoorbeeld bedragen die wij krijgen. En weet je, wij krijgen echt hele mooie bedragen, maar dat komt nog niet eens in de buurt van wat er voor dat soort dingen wordt betaald. Ja. En dan vind ik het zo pijnlijk als mensen vinden dat wij dan zeg maar te veel verdienen of wat dan ook, denk ik. Oh, maar ondertussen is het bereik zo groot. Kijk wat wij hebben dat ook soort van, wij hebben ook moeten inleveren. Hè? Ja. Wij hebben ook zeg maar, wij hebben ons hele leven, en natuurlijk daar kies je natuurlijk zelf voor eind op het idee, omdat we het tof vinden en leuk vinden. Ja. Maar we hebben ook echt best wel veel moeten inleveren om dit allemaal te kunnen doen. Om het op te bouwen. Er zijn genoeg mensen die dit opbouwen en het lukt ze maar niet. En ze krijgen geen campagnes en ze krijgen geen contact met merken. Nou, we kennen ze hoor. Ze zijn er, ja. Ja. En ik weet niet waar dat aan ligt of wel. En dan, ja. Maar ik vind het dan wel heel leuk dat ik had een campagne met McDonald's. Ja. En dat ik dan dat post. En dat elke reactie is work. En ja, oh my god, wordt betaald om McDonald's te eten. Ja, en oh my god. Dat is echt dat zo is dan leuk. Wel echt. Dat is altijd leuk als mensen doorhebben. Ik had dat ook met Palace Choice. Mensen weten dat ik het al jaren gebruik. En een campagne, zo leuk dat je. En dat vind ik zelf ook heel leuk. En mensen voelen dat ook. En het is voor ons ook. Je wordt door een merk gewoon erkend. En een dat merk die stuurt gewoon een mailtje naar jou of naar je manager van, hey, we willen graag met jou samenwerken. We willen jou graag letterlijk voor jouw content willen we samen iets heel tofs maken. Daarvoor willen we je betalen. Dat is soms echt bizar, soms de merken die naar je toe komen. Bijvoorbeeld, ik heb altijd een heel ding gedaan met Rabobank. En dan denk ik echt van, een Rabobank heeft mij gezien en heeft gedacht, dat vind ik tof en daar willen we mee samenwerken. En dan denk ik van, wauw, dat is bizar. Dat vind ik zo bizar. Ja, sowieso. Ik vind het ook heel bizar als ik ergens ben en er is iemand van een merk, niet zozeer waar ik mee werk of zo, maar iemand van iets heel groots. En dan, ja, je bent toch zo'n beauty gloss en dit en dat. Dat je denkt, jij weet van mijn bestaan. They know. Dat is zo gek. Ja, ja. En dan, we hebben het wel eens over in onze meeting. Of dat iemand zei van, we gebruiken jou altijd als voorbeeld voor dit en dit. En denk ik echt, bitch. Huh? Ja, heel cool. Ik ben bijna klaar, hè? Ik ben er eigenlijk bijna, ik moet het highlighten. Moet mijn wimpers nog opplakken. En weet je wat nou ook echt, die wil ik ook even soort van uit de wereld helpen. Om de een of andere reden is het een soort van magic als je op televisie bent geweest. Hmm. Als YouTuber en je komt in een programma of wat dan ook, dat je dan pas soort van legit belangrijk bent of zo. Ja. Terwijl mensen hebben geen idee hoe vaak wij dingen afzeggen voor televisie. Nou, toch? Heel eerlijk. Als er tegen mij wordt gezegd, je moet best wel een tijdje weg zijn of whatever. Of 10 dagen weg zijn of je mag niet vloggen. Dan denk ik, dat is 10 dagen geen vlogs voor mij. Ja. Not worth it. Weet je wel? Of het moet echt Wie is de Mol zijn of zo. Maar ja, ik zeg niet om die reden vaak dingen af. Omdat ik natuurlijk niet dagelijks volgens. Ik zou in principe met vooruitwerken 10 dagen weg kunnen. Nee, maar zoals ik met Big Escape heb gedaan. Maar dat is ook gewoon omdat je het leuk vindt dan. En je wilt het doen. Maar het is niet. Maar ik zeg het wel dingen af. Want ik krijg, nou, ik wil niet zeggen, bijna wekelijks krijg ik mailtjes van televisieprogramma aanvragen. Die mij mijn verhaal willen. Okay. Die eventjes mij willen interviewen over hoe zielig ik wel niet ben omdat ik transgender ben. En hoe vervelend het wel niet voor me is. En hoe zwaar ik het wel niet heb. En zo heb ik. En ook interviews hoor, voor bladen en zo. Van, we willen graag een stuk schrijven over jouw verhaal. En we willen vooral dan highlighten gewoon hoe zwaar jij het dan hebt. Top. Bitch, ik heb het helemaal niet nee, ik zwaar. Ik wou het zeggen. Ik heb het heel goed in mijn leven. Echt, leave me alone. Ja. Maar ja, hè. Soms. Ja, of ze willen je in een programma hebben en dan zeggen ze, dan ga je het wel de hele tijd op social promoten, hè? Dat kost geld, lieve schat. Dat kost geld.
Echt waar? Zeg maar, waarschijnlijk gaan er al heel veel van onze kijkers naar het programma kijken. Ja. Dus je hebt al kijkcijfers en dan wil je ook nog dat wij dat gratis gaan promoten. Ja. Zeg maar, dat is ook gewoon weer een zakelijk iets. En dat snappen ook sommige televisiemensen, snappen soms onze waarde maar ook niet die helemaal. Die denken ook heel erg van, jij vindt het toch een eer om dan bij ons te zitten. En denk ik, heb meer kijkers dan jij, weet je wel. Het enige wat ik een eer zou vinden, wat ik met alle minuten zou delen, is vies de mol. Ja, same. Nou, zou je expeditie doen? Nee. Nee, jij? Ik, ik weet niet of ik expeditie zou doen. Ik denk ergens, denk ik wel, omdat het geweldige televisie zou maken. Als ik daar op zo'n eiland zou zitten met mijn bek. Jij maakt echt amazing tv, ja. Maar ik denk dat ik niet zou overleven. Ik zou gewoon echt na 3 dagen zou ik echt gewoon wegrotten in een hoekje onder een steen. Kan jij 1 banaan per dag eten? Dat hoe is jouw mood als jij 1... Nou, mijn moed is sowieso niet leuk, maar ja, ik ga geen vrienden maken daar, dat weet ik wel. Nee, en ik heb er een beetje een hekel aan dat je een soort van vriendjespolitiek dingen moet doen. Want bijvoorbeeld bij Wie is de Mol is het echt op basis van hoe goed ben jij in een spel. Ja. En bij Expeditie is het hoe goed val jij in de groep en hoe goed... Bij Big Escape bleek dat dus ook zo te zijn en bleek het ook echt vriendjespolitiek te zijn. En toen was het met eruit stemmen en zo, en dat had ik ook helemaal niet verwacht in het begin. Oh. Ja, ik had al geluk dat ik goed in de groep lag. Ja. Maar bijvoorbeeld de eerste die kwam binnen en die ging meteen heel fanatiek doen. En toen was iedereen meteen, ze is fanatiek, zij moet eruit. En ze was de eerste aflevering eruit. Echt zo van, En dat ook met Expeditie, dat is gewoon nog 10 keer zo erg. Zeg maar, ja. Daar mensen verkrachten je achter je rug, zeg maar. Ik vind het heel heftig. En ik heb gehoord dat het heel heftig, echt een heftige aanslag op je lichaam is. Ik ben er denk ik al bijna. Oh, highlighter. Ja, ik moet mijn lippen opdoen en mijn wimpers opplakken en dan ben ik er ook. Ik ga dan even mijn neus contour proberen. Ik heb deze gezien, kijk hoe mooi die Fenty. Die ga ik opdoen, heb ik zin. Ben je gekocht of krijg je Fenty? Krijg Fenty. Ja, I don't know. I wish. Ja, same sis. Same. Oh, wat een droom heeft Fenty krijgen. Nee, Fenty ik heb deze. Mooi. Fenty is zo fijn. Maar dit is een soort van als je die opdoet net of je water. Maar toch, ik wil wel even een disclaimer maken, want wij zitten nu te kletsen over dit soort dingen. Wij zijn wel... heel langbaar voor het werk. Oh. Wat we buiten gelaten. Oh. Ja. Maar ik ga er dan vanuit dat mensen dat wel snappen. Dat denk ik, ja. Maar het is meer, we bespreken nu de negativiteit die wij krijgen. Maar de negativiteit is 5%. Ja, en dit, maar dit is denk ik meer voor de mensen die ons misschien niet kennen. Dit voor het eerst kijken. Stel je voor, dan kijk je dit niet. Imagine. Wat de hel zijn dit voor zijkstralen. Maar nee, dit is even zeg maar wat we gewoon kunnen vertellen. Misschien interessant om te horen, behind the scenes, weet je wel. Ja. Wat ook de negatieve kant zakelijk kan zijn. En ja, het is uit den boze om te zeggen dat je zwaar werk hebt. Of dat je hard werkt of wat dan ook. Maar ik denk dat het niet uit den boze is om te zeggen dat het heel professioneel is achter de schermen. Mm. Echt wel een hoog niveau is qua de mensen waar je mee werkt. En contact en de meetings. En dat daar ook gewoon van alles gebeurt. Ja, ja nou, maar we krijgen er ook veel voor terug. Absoluut. Ik had echt een vreugdemoment met mezelf. Want ik kwam er laatst achter dat, ja, dat ik er jou over verteld, dat Chantal Jansen mij opeens ging volgen op Instagram. Toen had ik echt zoiets van, oh soms my god, zo leuk. Chantal Jansen volgen op Instagram. Ja. Dat vond ik zo bizar. Ja, het is natuurlijk ook een beetje een dingetje om dat niet echt te vragen. Maar ik vraag me wel af hoeveel je, zeg maar, met je shampoos en je wimpers en zo, wat, of je daar echt daadwerkelijk... dus daar nog zoveel uithaalt dat je zoiets hebt van, ja, leuk. Qua inkomsten bedoel je? Ja, dus gewoon zeg maar, je hebt natuurlijk je wimpers, je shampoos en zo liggen. En ik vraag me dan gewoon persoonlijk af van, wat haal je eruit, zeg maar? Natuurlijk, ik ga ervan uit dat je daar best wel een groot deel van krijgt, aangezien jouw kop het is en mensen het kopen omdat jij het bent. Maar gewoon, haal je daar maandelijks een... 10.000 uit, weet ik, zeg maar even iets hoor, maar ik vraag me dat gewoon niet af. Ik mag het niet zeggen contractueel, maar wat ik wel kan zeggen is dat je meer verdient met het product dat je zelf uitbrengt onder je eigen naam dan dat je dat in samenwerking met een merk doet. Wat op zich al logisch is, want dat merk doet dan alles, weet je wel, productie tot alles. En tot vaak had je het niet kunnen doen zonder dat merk. Precies, ja. Dus bij mij is het zeg maar, ik heb dan inderdaad wimpers dan met een eier, maar ik heb bijvoorbeeld mijn planner, is mijn eigen merk. Dus dat is natuurlijk mijn eigen. En daar verdien je dan meer mee. En die andere, ja, het is verschilt ook per maand. Bijvoorbeeld december is dan heel goed, weet je wel, met wimpers en... Maar je krijgt gewoon een deel en dat krijg je dan gewoon... Nou, er zijn 2 manieren. Ik zal niet zeggen op wat voor manier ik... Er zijn 2 manieren hoe je geld kan verdienen met je eigen product. Dat is of je doet per verkocht product verdien je iets, of je krijgt 1 fixed fee voor de samenwerking.
Ik heb met allebei een ervaring. Ja. Het heeft allebei zijn voordelen. Maar ook snel. Want stel je hebt de Jaclyn Hill highlighter bedacht. En je hebt daar een fix fee voor gehad. Ja, dan baal je. Oh. Maar aan de andere kant, stel je krijgt per product en het loopt voor geen meter. Dan baal je ook. Want dan heb je misschien helemaal niet zoveel verdiend. Dus het is zeg maar... Nou, het beste zou gewoon een soort van startbedrag en dan een percentage. Ja, dat tegenwoordig zie je dat meer. En dat schijnt ook bij de Beyoncé's en zo standaard te zijn. Dus ja. Als een merk met je werkt, dat je sowieso een startbedrag krijgt. En daarbovenop dan nog een percentage. Ja, en dat is iets wat je dus in zo'n meeting onderhandelt. En je manager onderhandelt dat voor jou. Of jij doet daar een soort van half in mee. Ik vind dat wel leuk om daar een soort van ook mee te bemoeien. Ja. Dus ja. Ja, het kan heel lucratief zijn. Het kan ook een slechte deal zijn. Het hangt er een beetje vanaf. Of je goed ingeschat hebt hoeveel je zou verkopen en zo. En wat je waarde is. En, ja. Oké. Maar eigen merken sowieso, want dan... Maar ja, dat is wel een investering. Dat maar is een risico, want in geld. Eerste instantie moet je er heel veel geld in steken. Ja, dat. En je weet niet of het gaat lopen. En ik heb, om eerlijk te zijn, meer verhalen van mensen gehoord dat iets niet liep dan dat het zwaar succesvol is. En dat is ook fijn, want het kan 99 keer niet lopen en één keer heb je een knaller, zeg maar. Maar het is wel grappig dat je het vraagt, want heel veel mensen vragen hier niks over. Ja. Maar ze willen wel allemaal weten wat je met YouTube verdient. Dat is dan altijd een soort van, maar wat verdien je met YouTube? Maar niemand heeft door dat je eigenlijk ook al die dingen eromheen misschien ook... Misschien durven mensen het ook niet te vragen. Dat is waar. Soms, dan zit ik met iemand en dan zie ik... Ja, maar jij vraagt mij alles. Even. Jessie, die is letterlijk de enige, dit is echt de tea, die is de enige, als er dan een roddel rondgaat in de YouTube community, is de enige zegt, maar je mag wat weten, is dit en dit waar? Ik zeg ook al, je kan me alles vragen, echt gewoon ook vrienden weten dat ook, je kan alles vragen of weet, net als nu weet je wel, wat verdien je daar dan mee? Hè? En dan denk ik, ja, ik ben niet, ik hap niet of zo hoor. Ja, je ziet er ook zo eng ik uit. Ik ben zo eng. Oh, ja, nee. Ik weet niet. I don't know. Maar soms zie ik mensen, dan zie ik ze echt op het puntje van... Ja, en vooral op, dat je als je op een verjaardag bent... En dat iemand dan weet dat je YouTuber bent of zo, die ken je... En dan zeggen ze, maar hoe... Op het randje, dat je denkt... Ja, vraag het maar. Ik weet wat ze gaan vragen. Hoe verdien je wat verdien je dan? Weet je al zo? En dan denk ik, zeg, je kan het gewoon vragen, hè? Dat betekent niet dat ik per se antwoord geef, maar ik ben niet beledigd als je iets vraagt, weet je wel. Ja, dus er gaat niet altijd... Hoe lachend zou het zijn als je zo'n tea-programma hebt en waar dan zeg maar achter de schermen dingen uitkomen, dat je denkt, wie zou het zijn? Oh, maar er zijn zoveel YouTubers die met alle liefde gewoon anoniem dingen gaan insturen. Oeh, echt van die fuckers. Maar dat doet dus dan bij King Alert, gebeurt dat toch ook? Zegt hij dat hij altijd DM's krijgt en zo. Maar ja, hè? Dat is niet per se onze hoek, denk ik. Dat zijn meer gamers. King Alert heeft het één keer over mij gehad en dat was positief. Ja, hij heeft bij mij ook... toen wij getrouwd waren, heeft hij het over ons gehad. En met Boxing Stars. Omdat hij ook aan het boksen was. En verder. Ik kijk het heel soms, maar het gaat heel vaak over gamers. Dus ik zit niet echt in die gamer. Ik ken wel een paar gamer jongens en dan vind ik het grappig. Als... Maar goed, ik voorspel dat er een soort van beauty lifestyle King Alert-achtig iets gaat komen. Ja. Aan de ene kant denk je, zijn we daar te nuchter voor. Aan de andere kant denk ik, nee, het zit er wel... Ik bedoel, hey, pak een kans als je het nu kijkt. Het is er nog niet. Kan. Ja, maar het is heel moeilijk om zoiets te starten. Want hoe ga je achter die shit komen? Ga je dan YouTubers een berichtje sturen? I wanna know shit. Vertel het me. Niemand gaat dan jou wat vertellen. Nee, maar het moet denk ik groeien vanuit een soort van... Je hebt toch ook van die Facebookgroepen waar ze allemaal beauty dingen bespreken en zo. En dat is dan forums, al... Nee, van die Facebook... De grootste tea komt natuurlijk van de forum bij jou. Oh ja. Ja, nee, daar moet je gewoon niet op kijken. Er zijn echt programma's waar dat is voor ons echt zo negatief. Daar worden wij besproken en zo. Maar ja, anyway. Dus echt zo, zijn ze dik geworden en zo. Dat soort shit. Echt van die domme shit. Ze zijn ook wel eens heel lief geweest. Mijn Wikipedia-pagina, die was een keer... Ik wist niet eens dat ik een Wikipedia-pagina had. Oh, ik had er ook een. Iemand maakt een Wikipedia-pagina. Ja, alsjeblieft. Echt zo van... Wow, ik vind het belangrijk. Een Wikipedia-pagina. Zo leuk. En toen heeft iemand daar allemaal nare dingen ingezet. Helemaal bewerkt, ja, maar dan helemaal naar. Helemaal naar. En toen hebben zij dat dan weer met z'n allen... Oh. Zo lief. Ze zat helemaal een soort van... Nee, maar dat vind ik niet eerlijk. En daar hebben ze er helemaal een goede tekst van gemaakt. Zodat ik dacht van... That's cute. Ja, het is wel echt een rood lang geleden. Maar ja, eigenlijk tegenwoordig... Ik probeer het gewoon niet te lezen. Dat soort dingetjes. Snap ik. Ja. Oké, ik ga vast mijn lippen doen. Ik ben even wachten tot mijn wimpers helemaal droog zijn. Ik ben er.
eigenlijk, ik zit nu gewoon de hele tijd naar mijn gezicht te kijken en denk je... Ja. Nog een beetje hier, nog een beetje dit, daar. Ik heb hoe klein mijn body bear is. Oeh. Dat is echt heel mini. Ik vind dit altijd mijn Baywatch moment. Ja. Ja. Die rode Jeffree Star spiegel is wel echt... Ja, nice. Ik heb deze en ik heb de roze. Ja. De original pink. Mm-hmm. Hoe graag wil jij naar die fabriek van Jeffree Star? Of die opslagplek bedoel ik. Oh. Gewoon even doorheen wandelen. Even shoppen. Even kijken shoppen. Wat hij allemaal heeft. Ik ben ook heel benieuwd welke andere merken hij allemaal doet. Nou ja, hij heeft dus een wietmerk. Hij heeft een kleding ding. Denk je dat hij zeg maar er vroeg bij was met de hele THC, THC, hoe heet het? Ja. Je weet wel, CBD trend. Ik denk dat hij er al mee bezig was voordat het gelegaliseerd was. Dat denk ik ook. En ik denk dat hij daarom zo intens rijk is geworden. Want iedereen die daar nu wat mee doet, die loopt gewoon binnen, zeg maar. CBD, olie, pillen, dat soort dingen. Ja, maar zijn jullie ook naar Cookies geweest daar? Of zijn jullie wel niet bij Cookies? Nou, Cookies is het, zeg maar dat ook een soort van Apple Store-achtige gedoe in LA. Maar met dan wiet? Is wiet, ja. Oh! Met een Apple Store, met wiet. Ja, dat heb je in Las Vegas ook, ja. Ik denk dat die mensen nu daar stront rijk worden ze eraan. Wij kennen toevallig een paar mensen die daar mee bezig zijn. Ook echt een paar toevallig. In LA? Nee, hier / buitenland. Ja, het is gewoon illegaal. Ja, maar ja, omdat nu dus wiet overal legaal aan het worden is op de wereld. Of in ieder geval CBD-olie en dat soort dingetjes. En dus ook... Het roken van wiet en zo. En... Ja. Nou, dat is big business hoor. Klaar, ja, even met beken gaan, dan ben ik ook klaar. Ik beek niet meer zoveel eigenlijk tegenwoordig. Ik deed het vroeger wel altijd. En soms voor een feest, maar dan ik vergeet het of zo. Ik weet niet. Ja, ik beek niet om het langduriger te houden, maar ik beek dit dan om mijn contour strakker te maken. En om mijn neuscontour strakker te maken. Dat is de enige manier waarop, de enige reden waarom ik beek. Mm. Neuscontour, zo dat maar gaan doen. Ja. Dat je denkt, ik heb tijd over. Hoe lang doe jij nu over je dagelijks make-up? Nou, dit kan ik in een half uurtje zeker. Oké. Ja, ik kan het in een kwartier. Maar als ik echt wil de tijd neem, dan is het 3 kwartier tot een uur of zo. Maar ja, voor heel veel mensen is dit echt een avond uit. En voor mij is het everyday. Ja. Dus ik snap wel dat zeg maar, sommige mensen die een echte everyday dingen hebben... Dat die er echt met een kwartiertje klaar kunnen zijn. Maar ik dat is gewoon... Dat kan niet. Maar met een kwartier heb ik alleen mijn wenkbrauwen op. Ja, maar een basic everyday is toch eigenlijk ook gewoon mascara en een lipbalsem. Als je echt terug gaat naar de basis. Ja. Maar ja. Hè? Ja. Een lipgloss en een mascara bij mij. Dat gaat niet werken. Ga je nooit zonder make-up eruit? Jawel. Maar het is alles of niks. Voor mij, ja. Ja. Zeg maar, of ik zie eruit als Fiona, of ik zie eruit als de Insta look. Haters will say it still, Fiona. Zeg. Quote. Ja, echt, Roemag moet gewoon een soort van samenwerken met mij doen met alle domme opmerkingen die ik maak. Ik moet ze een shirt maken. Want ik heb dus 1 shirt van Roemag die alleen ik heb, die ze alleen voor mij hebben gemaakt. Leuk! Daar staat op, ik ga voor Oompa Loompa Oranje. Oh, nice. Dat zei ik gewoon in de video en toen moest haar zo hard om lachen en zegt hij, oh, je kan wel op een ding aan drukken. Ah, oh, dat is echt leuk. Ja, doe, dat is leuk. Ja, maar jij hebt dit soort quotes. Weet je wat mijn soort van quotes dingen zijn? Ik maak gewoon domme... Dad jokes. Ja, dad jokes, maar ook gewoon... van die gezegdes die ik dan fout zeg of zo. Oh, weet je wel? Ja, ik denk van, dan kan ik dat weer niet normaal zeggen. En dan wordt dat gequote bij comments. En dan, stuk. Ja. Nou, ik zeg soms ook, het gebeurt zelden dat ik iets zeg wat ik heel serieus bedoel. Mm-hmm. En dat het dan uit een soort van uit context wordt getrokken en dat er een meme van gemaakt wordt. Oh. Ja, ik heb dus heel vaak dat ik echt dingen heel dubbelzinnig grappig bedoel, maar dat mensen het dan heel serieus nemen. En dan vind ik het heel dat vind ik nog grappiger. Ja, dat is nog grappiger. Heel moeilijk om dan uit te leggen van ben ik... Het enige wat ik in mijn hoofd dan denk is, ik ben dus eigenlijk niet grappig. Want de joke komt niet over of zo. En dan een soort van, I don't know, ik zeg bijvoorbeeld heel vaak van, ik heb echt een lifehack voor jullie jongens. En laat ik iets zien wat dan zeg maar een beetje droog is of zo. En dan, jezus, wat is dat nou voor lifehack? Ja, maar dat zijn mensen die gewoon het net iets te serieus nemen. Denk ik wel. En eigenlijk is het ook wel een compliment, want dan nemen ze alles wat je zegt serieus. Dus dan ja, weet je. Maar ik bedoel het dan niet helemaal. Ach. Ik weet niet. Ach wel. Ach wel, indeed. Ik ben er. Een lipgloss en ik ben klaar. My glam.
Oh. Oh, en dit doe ik als jurk aan neus, want dan kan ja, je. Ja, dan kan je niet krabben met je nagel. Ik heb trouwens mijn nagels, ik doe dus altijd wit. Mm-hmm. Kijk. Zie je het niet? Er komt een soort van fade van tan in. Oh ja. Foundation. Oh ja. Ja. Dit is zo. Wit, dat kan niet. Zeg maar, wit is heel lastig. Kan niet. Ik heb dit nu 5 of 6 dagen geleden laten doen. Kijk, moet je kijken. Als je dan nu close-up kijkt. Mm-hmm. Zie je, dan zie je een soort van bij tipje is dan een beetje. Maar dat komt dus door make-up en crème en zo. En, maar ik vind het zo mooi. Ja. Mooi. Welke is dit? Kimberly. Ja. Is dat die wat roziger of is het die? Nee, dit is die wat meer echt een beetje nude dood. De assige. Ja. Ja, precies. Ja, ik vind dus... Er zijn er 2 die wat meer donkerder zijn. Ja, klopt. Die vind ik dus niet mooi. Nee? Ook niet die roze? Omdat ik echt van... Nee, want ik ben echt... Als ik nude... Dit is... Zo nude als dit ga ik niet anders krijgen, zeg maar. Want dit is... Kim? Ja, ik haal ze dus de hele tijd door elkaar. Maar ik heb dan hier Kim en dan... Nee, ik vind Kimberly vind ik het mooist. Dat is deze. Dat is gewoon mijn everyday... Oeh, staat elkaar goud. Ook een soort van... Dit maar dit is voor mij wel een beetje. Oh ja, dan moet ik altijd nog een beetje mascara in mijn wimpers of mijn wenkbrauwen doen, want anders zijn mijn wenkbrauwen te assig. Oh ja, doe je? Ja, ik doe letterlijk mascara in mijn wenkbrauwen. Ah. Want zeg maar, als je zwart haar hebt, je moet niet je wenkbrauwen zwart tekenen, want dan, dat ziet er niet uit. Dus je moet ze heel donkerbruin doen, maar letterlijk de donkerste kleur van Benefit, nummer 6, is alsnog te licht. Dus ik moet er een beetje mascara in doen om het assige en een beetje het poedereffect en zo weg te halen. Wauw, ik heb nu een soort van white gold lipgloss. Die vind ik best wel heel mooi eigenlijk. Check deze. Oh, dat is wel pretty. Vooral bij de nude staat er mooi bij. Alright, dit was onze Get Glam With Us. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jessie, de kanaal staat hieronder. Vergeet je niet te checken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Goodbye.